vooral op een mooie stille morgen, als het zonlicht door de bomen schijnt, dan krijg je zo'n prachtige speling van het licht. En dan vallen de geluiden van de stad bijna weg. Je hoort zowat niets. En als dan de ijsvogel ook nog voorbij komt vliegen, nou, dan is de dag van deze boswachter wel weer goed, hoor. Kijk, hier begon het allemaal. In de 9e eeuw vestigden zich hier boeren en molenaars. En de beek was toen nog een grillige beek, een natte beek. Nou, wat was nou het geheim van die boeren en molenaars? Die zochten het water op. Daar waar het water aan de grond kwam, dan groeven ze een geul. En dat kun je hier mooi zien. En die gaf dan verbinding met de Jansbeek. En zo waren ze altijd voorzien van stromend water. En dat is het begin eigenlijk van het ontstaan van Arnhem. Althans, daar ontleent Arnhem zijn bestaansrecht aan. Vanaf de beek, dicht bij hun molen, graven de molenaars een sloot met daarachter een molenkom. De sluis openen ze ten tijde van droogte, zodat ze altijd graan kunnen malen. Tussen de 13e en de 19e eeuw verrijzen aan de beek 7 korenmolens. En in het hartje van Arnhem ontstaat in de 14e eeuw een korenmarkt. Tussen de beek en de Rijn liggen verschillende boerderijen. En op de akkers wordt het graan voor de molens verbouwd. Boeren, molenaars en blekers geven met hun werkzaamheden een gemengd industrieel karakter aan het landschap. Zo ontleent het huidige park ook zijn naam aan een molenares, Anna van Sonsbeek. We staan hier aan de oevers van het beekje met water wat van de grote bron komt. En je ziet hier allerlei waterplantjes. Kijk, daar zie je bijvoorbeeld het moerasvergeetmenietje. En het ruikt hier nogal mintachtig, dus we hebben hier ook mint. En als we even doorlopen, zien we daar planten met een enorm groot blad. Dat is groothoefblad. En het verhaal gaat dat daar in vroeger tijden de boter in verpakt werd.